Zou u als voorzitter van de orde ervoor kunnen zorgen dat alle nieuwe gevallen geïsoleerd worden, dokter Richard? Ik continu, dat ligt niet binnen mijn bevoegdheid. Wat ik wel kan doen is met de prefect gaan praten, maar ik weet al perfect wat hij gaat zeggen. Isoleren mag, maar dan wel in stilte. Goed, nu gaat u echt te ver! Als u mij nog nodig hebt, ik ben mij later. Staat het voor u vast dat het de pest is? U stelt het probleem verkeerd, hè? Het is geen probleem. Het is geen kwestie van woordkeuze, hè? Het is een kwestie van tijd. Dus uw opvatting is de volgende. Zelfs al is het de pest niet, hè, dan moeten we toch die strenge preventieve maatregelen nemen die bij de pest... Als ik absoluut een opvatting moet hebben, dan is het inderdaad die. Dus we moeten eigenlijk de verantwoordelijkheid op ons nemen te doen alsof we met de pest te maken. Laat ons gewoon zeggen dat we zeker niet moeten handelen alsof niet de helft van de stad gevaar loopt te sterven. Want anders zou dat gebeuren, dokter Issa. Ja, we bellen. Ja, we zullen zeker bellen. U heeft niets vreemds vastgesteld? Nee. Enfin, wat mij vreemd leek, is dat hij een praatje met mij wou maken, maar ik was net mijn spraakkunst een beetje aan het bijspijkeren. Dat is sinds middelbare school een beetje weggedeeld. Goed, dan gaan we nu naar meneer Cotard. Ogenblik. Ik denk dat ik meneer Cotard beter even op de hoogte breng van uw komst. In het centrum, heb je dat gehoord? Was daar een man en die had symptomen hier, bolletjes, die is naar buiten gelopen. Die heeft een vrouw bij haar haren vastgepakt, die is daar opgesprongen en die is... Ik heb de pest! Ik heb de pest! Ik heb de pest! Zeer goed, hè. We gaan allemaal zot worden. Dat is een feit. Alles goed, stop. Tot spoedig, stop. Liefde, stop. Sommige mensen zijn nog altijd te bang om naar het ziekenhuis te gaan en anderen zijn al dood voordat ze kunnen komen. Ja, hoe zit het met die begrafenissen? Daar is toch toezicht? Moment. Dokter Richard. Ja, dokter Richard, dokter Rieu hier. Een vraagje. Is er toezicht bij de begrafenissen? Oh nee. Er zijn radicale maatregelen nodig, alleen de stadsluit is niet voldoende. Ja, dokter Rieu, dan moet ik wel even kortsluiten met de prefect. Dat ligt eigenlijk niet binnen mijn bevoegdheid, maar ik kan wel een rapport opsturen naar de prefect om hem orders te vragen. Oké, beste. Ik zou Jean zo graag een brief schrijven. Maar dat is moeilijk. Ik loop er al jaren over na te denken, maar nee. Kijk, zolang er liefde tussen ons was, hadden wij geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Maar dat blijft niet duren. Op een gegeven moment had ik de juiste woorden moeten vinden om haar vertrek te voorkomen, maar ik vond ze niet. Dokter? Neemt u mij niet kwalijk, maar... Sorry. Ik kan praten met u. Dat ontroert mij. Tot ziens, meneer Graan. Tot drie. Stad gesloten. Stop. Verzorg jezelf goed. Stop. Ik denk aan je. Stop. Ik wou eigenlijk vragen of u een schriftelijke verklaring wil opstellen waarin staat dat ik de pest niet heb. Daar zou u mijn enorme dienst mee bewijzen. Ik kan u zo'n schriftelijke verklaring niet geven omdat ik niet weet of dat u de pest heeft of niet. En omdat ik niet kan garanderen dat u geen besmetting oploopt tussen het moment dat u mijn werkkamer verlaat en het moment dat u bij de prefect binnenloopt. U zegt dat ik in een wereld van abstracties leef. Misschien eist vechten tegen een abstractie als de pest wel dat men daar abstracte regels tegenover stelt. U hebt een flinke vinger in de pap gehad bij het nemen van de beslissingen. Dus dacht ik dat het tenminste één geval ongedaan zou kunnen maken. Maar nee, het laat u koud. U denkt aan niemand. U had geen rekening met mensen die van elkaar gescheiden zijn. Dat is waar. Onontkoombaar. Geen enkele macht. Broeders, geen enkele aardse macht, ook niet de ijdele macht van de menselijke wetenschap, zal in staat zijn om u te helpen ontkomen aan de pestilente hand die hij naar u uitstrekt. Hij zal dorsen. En na dat dorsen zult u op de bebloede dorsvloer van het verdriet samen met dat kaf pertinent terzijde worden geschoven. Raúl Grande, homo, oké? Raúl va a venir. Raúl, muchas dificultades. Moeilijk. Mustachos. Moeilijk op te snorren. Sí, sí. Tú, revenir. Dos días de aquí. Oké? Zit jij in staat om te sterven voor een liefde? Ja, dat weet ik niet om wat een vraag. Maar je kunt wel sterven voor een idee. Sterven voor een idee. Ik heb genoeg van mensen die sterven voor een idee. Ik wil leven en sterven voor wat ik lief heb.
elke dag vechten om mensen in leven te houden is geen idee, Albert. Een mensenleven is geen idee. Ja, een mens is wel een idee, dokter. Een beperkt idee. Vanaf het moment dat hij zich afwendt van die liefde. Alles begint toch met de liefde. Jimmy! Ze hebben mij gebeld. Ja. Ik kan hier binnenkort weg. Is goed. Ja. Ik wens u het allerbeste toe. Dokter. Red mijn kind. Het kind werd naar het noodhospitaal gebracht. Na een uur of 20 beoordeelde Rieu het geval als hopeloos. Het lichaampje liet zich zonder enig verweer door de infectie verteren. Het was bij voorbaat een verloren gevecht. Uit alles valt altijd iets te leren. Wij moeten proberen uit het schouwspel van de pest zoveel mogelijk lering te trekken in plaats van het verklaren. Er valt volgens mij niets te verklaren. De problemen beginnen pas als we dieper ingaan op het kwaad. En volgens mij zijn er twee soorten kwaad. Het noodzakelijke kwaad en het onnodige kwaad. Aan de ene kant is er de hellevaart van een Don Juan. Aan de andere kant is er de dood van een kind. Een dode Don Juan is rechtvaardig. Het lijden van een kind is onbegrijpelijk. En misschien, eigenlijk is er op de wereld niets dat gewichtiger is dan het lijden van een kind. De ontzetting die dat lijden teweeg brengt en de verklaringen waar het om vraagt. Ik zou gemakkelijk kunnen zeggen dat de eeuwige compensaties die het kind wachten... Dat de eeuwige... Wie kan immers zeggen dat een moment van eeuwige vreugde... Broeders... Ik kijk u recht in de ogen en ik zeg u... Het ogenblik is er. We moeten nu alles geloven of alles ontkennen. En wie onder u durft alles ontkennen? Geloof tijdens de pest is niet het geloof van elke dag. God wil dat de ziel zich in extreem rustige tijden in alle rust verheugt. God eist in ongelukkige tijden een extreem geloof. Het is alles of het is niets. Een libertijn heeft ooit verklaard dat er geen middenweg bestond tussen de hemel en de hel. En dat de ziel gered of verdoemd kon worden naar gelang de keuzes die hij had gemaakt. Wel nu, broeders, zo'n denkbeeld kon alleen maar opkomen in het hart van een libertijn, want het vacuüm bestaat wel degelijk. Alleen zijn er ongetwijfeld tijden waarin... Maar heel op dat vaagvuur niet al te zeer moet gerekend worden. Er zijn ongetwijfeld tijden waarin men niet kan spreken van dagelijkse zonde. Elke zonde is een doodzonde. En elke onverschilligheid is misdadig. Het is alles of het is niets. En het lijden van een kind is vernederend. Het is vernederend voor onze hart en voor onze geest. Maar juist daarom moeten we ons daar meer in verdiepen. Juist daarom. Ik verzeker u dat die woorden niet gemakkelijk over mijn lippen komen. Is het nodig om die vernedering te willen? Want God zelf wil die vernedering. Wij kunnen niet zeggen, dit begrijp ik, maar dat is onaanvaardbaar. Wij moeten proberen door te dringen tot de kern van het onaanvaardbare om zo een wezenlijke keuze mogelijk te maken en het lijden...
zonder dat brood zal onze ziel te gronden gaan, een geestelijke hopper. Geen dokter. Dat is waar. Bernard? Heb je mijn telegram gekregen? Ik heb alle bijvoeglijke naamwoorden geschrapt. Op een morgen in mei reed een Amazone op een vosmerrie door de lanen van het Bois de Boulogne. Bedankt, hè.